drie jongens opgesteld en een feestje voor het heel erg vies huis zorgen. Toen we dus vier jongens tegenkwamen die op zichzelf wonen en bijna iedere week een feestje geven, dachten we, dit zijn de perfecte kandidaten voor aflevering 2. Ja, en daarom staan we hier in de Ortheliusstraat, vlakbij het huis van Yannick, Dave, David en Angelo. En zij hadden vannacht een feestje en dat zag er ongeveer zo uit. De afspraak was dat wij zo meteen die hele klerenbende gaan opruimen. Wat mooi is, een vriendinnetje van mij, Nina de vriend, die gaat morgen met de STV, gaat ze alles opruimen. Dat is gewoon lekker feestwerk maken hiervan. You know about dreaming. You don't really know about nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shines ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. Ja, of niet, hè?